Lutje. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik begreep dat u één grote wens heeft. Zegt u maar, als u die al weet, dan is dat makkelijk voor ja, mij. Ja, want u wilde heel graag een keer het programma Zeg Het Maar openen. Ja? Zeg, maar dat is toch heel attent dat jij mij dus Zeg Het Maar laat openen. Ja, dat is leuk, hè? Heel interessant. Kent u de openingszin? Nee, die ken ik niet. Ik moet me een beetje dus amateuristisch gedragen vanmorgen, okay, denk ik. Ja, ik ga me amateuristisch gedragen. Ja, doe u maar gewoon voor. Nou, welkom bij het programma Zeg Het Maar voor deze week. Welkom bij het programma Zeg Het Maar voor deze week. Nou is gelijk uw momentje. Dus zegt u maar. Nou, ik hoop dus dat de verkiezingen van deze week heel goed verlopen. En vooral dat de burgers beseffen waar het om gaat. Namelijk dat we het recht hebben om onze stem te laten gelden. Ja, is dat zo belangrijk dan? Ik vind het zeer belangrijk. Het grote goed van onze democratie, dat zie je als je in andere landen, in Arabische landen op dit moment ziet. Zo, waar dictaturen toe leiden, dan mogen we blij zijn dat we in ons land democratische structuren hebben waarin iedereen het voor het zeggen mag hebben. Maar die taferelen daar in die landen, dat is hier in Nederland toch ondenkbaar? Gelukkig wel, mee dankzij onze democratische inslag. Dus op welke partij zouden de mensen moeten stemmen? U ziet mij in deze stand die staan. Ik ben dus CDA'er. Die roots die zal ik niet verlaten. Nee. Ik ben het lang niet met alles eens wat er gebeurt, maar dat is bij geen enkele partij zo. Maar die roots, daar voel ik me veilig bij en daar blijf ik bij. Ja, maar u heeft nog een functie. Vertel eens. U bent toch ook vicevoorzitter van iets? Dat kan ik me niet herinneren waar ik vicevoorzitter van ben. Nee? Van ene lokale omroep of zo? Nee, daar ben ik voorzitter van. Ah, voorzitter? Waarnemend voorzitter. Waarnemend voorzitter. Ja. En hoe bevalt zo'n functie? Ik vind dat buitengewoon interessant dat ik juist ook in dat democratisch geheel van de publieke omroep in Nederland toch een kleine rol gaan spelen om de lokale omroep in Ede te helpen, sturen, om daar die plaats te werken waarvan ik vind waar ze recht op heeft. Oké, dat is duidelijk. En dat doet u met heel veel plezier? Ja, ik doe dat met veel plezier. Ik moet je zeggen, de politiek heeft mede beïnvloed dat ik die functie zou vervullen tijdelijk. Dat doe ik met verve, denk ik, en met veel plezier. Mede dankzij de inzet van zoveel vrijwilligers, waarvan er eentje nu tegenover mij staat. Ja, wat vindt u van die medewerker? Ik vind dit een buitengewoon bekwaam medewerker die volle inzet werkt. Maar daar mag hij geen consequenties aan verbinden wat het loonstrookje betreft. Nee, dat zullen we ook niet doen. Nee hoor. Zullen we ruilen met loonstrookje? Dat kan. Ik ben gepensioneerd, dus daar ga je zo op achteruit. Moet je niet doen, joh. Nee, zou ik het maar niet doen dan? Nee, ik zou het niet doen. Voor het een leuk momentje? Ik vind het een leuk moment. Nou, dan mag je heel spontaan. Dan mag ik jou groeten. En ik mag de burgers groeten. En ik mag de slotzin zeggen. Maar ik ben weer amateur. Ja, nee, maar je moet het de magische woorden even roepen. Magische woorden? Dat weet je toch wel, gij. Ja, maar dat is gewoon volgende. Vertel eens. Gewoon volgende. Een volgende. Heel spontaan doen ze dat dan. Ja, volgende. Ja, die is goed. Dankjewel. Tot je dienst. Tot ziens. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben op zoek naar leuke spontane dames. En die heb ik gevonden. Dus zegt u maar. Nou mag u alles zeggen wat u wilt. Een hele bekende stem. Hele bekende stem, ja, hè? Ja, daar is die dan. Ja. 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 Dus nou krijgt u een Zeg Het Maar momentje. Ja, dan komen we op de kant. Zeg het maar. Nee, ik heb niks te zeggen. Wel toch. Ik wou dat het mooi weer was. Maar het is toch redelijk te doen nu? Nou ja, het moet een beetje warmer zijn. Het moet warm worden, ja. Die kou hebben we wel een beetje gehad natuurlijk, zo hè? Zo is dat, ja. Dat was uw klaagmomentje. Dat heeft u vast nog wel iets leuks te melden, toch? Nou, ik niet, hoor. Nee, bent u zo tevreden dan? Ja. Ja, eigenlijk best wel. Ja. En wie heeft u bij u? Wie is dat? Dat is mijn dochter. Dag, dochter. Dag. Hallo. U krijgt ook een Zeg Het Maar momentje. Dat is leuk, hè? Hartstikke leuk. Ja, ik zie het dan nu. Nou, zeg het maar dan. Ik kan me voorstellen, maar... wat wil je horen? Je gaat op vakantie. Ja, maar dat hoeft niemand te weten. Oh, je gaat op vakantie? Ah, leuk. Waar ga je naartoe? Ver weg. Ja, wat is ver weg? Oh, waar gooi je nou op de grond? Waar is dat nou? Ah, de tas. Het is me nogal een tas, inderdaad. Maar waar gaat u naartoe? Ver weg. Ja, wat is ver weg? Te ver voor jou. Te ver voor mij. Dat kunnen we in ieder geval niet vinden om te filmen. Buiten Europa? Ja, ja. Toch wel. U heeft het verdiend? Ja, vind ik ook. Ja? Ja. Maar klein tipje van de sluier? Nee. U doet het echt niet? Echt niet. Mag u dat niet zeggen? Dat is helemaal niet interessant voor een ander. Jawel, dat is hartstikke leuk. Dat willen de kijkers heel graag weten. Ik vind het goed met jou. Oh, u vindt het goed met mij? Ja. En maar spontaan, volgende. Oh, u wilt er vandoor? Ja. Nou, oké, vooruit dan. Kunt u ook even volgende roepen, mevrouw? Wat zeg je? Kunt u ook even volgende roepen? Volgende. Ja, die is goed. Nou, fijne vakantie dan, dankjewel. Hè? Dankjewel. Ongeacht waar je naartoe gaat, maak er wel leuks van. Dag. Dag, meneer. Goeiedag. Wat zeg je nou? Was u ticketje aan het doen? Ik ben ticketje aan het doen. Doe je ook mee? Tikkie, jij bent hem. Oh, ik ben hem. Dat is leuk.
Maar meneer, dit is het programma Zeg het maar. Dan mag u namelijk alles zeggen wat u wilt. Oh. Ja, dat is leuk, hè? Nou, ik heb niet zo heel veel te vertellen. Nee? Nee, u hebt niet zoveel te vertellen? Nee. Hoe komt het? Ja, ik ben geen baas, hè. U bent geen baas. Ik moet overal naar luisteren. U moet overal naar luisteren. Ah, u bent met uw vrouw op stap, ik merk het al. Zo is het dan meestal, dat hè? Dat is een kenner. Ja, dan moet je gewoon volgen. Jij snapt hem. Ik snap hem. Gaat hij nog leuke dingen doen het weekend? Nou, dat moet ik nog even bedenken, dat weet ik nog niet. Oh, dat moet u nog even bedenken. Daar bent u nog niet over uit. Nee, precies. Wie heeft u bij u? Ja. Even kijken. Hallo. Oh, nee, die is niet zo spraakzaam. Daar komt niet zoveel uit. Nee, dat komt niet veel uit. Jij wel? Niet hallo. Zeg het maar. Niks. Niks? Oké, okay, duidelijk. Nee, oké. Okay. Dat gaat het niet worden, meneer. Ze zijn niet zo spraakzaam. Nee, zijn ze nooit. Nee, zijn ze nooit. Lekker rustig. Gaat u nog leuke dingen doen het weekend of houdt u het rustig? Ik hou het heel erg rustig. U houdt heel erg rustig. Ja. Nou, dat was dan wel even een leuk momentje. Kunt u dan even heel spontaan... Oh, u moet er niet bij gaan liggen. Nee, nee, dat moet u niet doen. Nee, nee. Kunt u even spontaan volgende roepen dan? Volgende? Oh, dat doet u wel dan, hè? Dank u wel. Tot ziens, hoor. Dag. Nou, succes met het ticketje, hè? Hoi. Altijd leuk. Dag. Hoi. Dag. Kom maar mee. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. U loopt zo mooi de lens in. Oh. En dan voel ik een zeg het maar momentje. Dus zegt u maar. Ja, nou, we zijn eventjes hier aan het winkelen. Ja, is gezellig. Ja, dat is heel gezellig. Ja. Ja, ik woon in Veenendaal en mijn dochter woont in Ede. Ah, dus u woont in Ede? Ja, klopt. Ja, maar dan ga ik even terug, want u bent waarschijnlijk moeders. Ja, 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 ja. De enige echte oma, moeders, hè. Ja. Ja, is gezellig in Ede? Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja. Bevalt prima. Leuk winkelcentrum, nieuwe gedeelte is leuk. En, ja? Ja, ik vind het heel leuk. Mooie H&M. Mooie H&M. Ja, we zien bij ons is het zo rommelig. Rommelig, ja. Ede is toch 10 keer beter, hè? Nou. Nou, nee, dat is wat overdreven. Is ook iets overdreven. Veenendaal is ook heel leuk. Oh, Veenendaal is toch ook wel heel ja, leuk. Ja, heel leuke winkels. En, maar ja, nou, dit is weer even anders, hè? Nou, ja, dat is weer eens wat anders. Gezellig bij dokter Lief op visite. Ja, broodje eten gaan we zo. Broodje eten. En dan gaan we weer verder shoppen. En, oh. Ja, maken we een middagje van, hè? Lekker shoppen, shoppen, shoppen. En ook vindt het ook leuk. Dit is ja. Anouk. Die vindt het ook hartstikke leuk. En dochter Lief vindt het ook leuk. Ja, hartstikke leuk. Die wil natuurlijk ook een zeg het maar momentje. Ja. Ja, nou goedemiddag. Ja, er is geen ontkomen aan, hè? Nee, dus ja, we gaan even lekker shoppen. Lekker shoppen? Ja. 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 Heb je veel nodig dan? Altijd, hè? Altijd. Kleren kun je nooit genoeg hebben. Kleding. Kom je altijd dan tekort, hè? Ja, dat kan nooit genoeg zijn. En schoenen natuurlijk. Laarzen. Laarzen met name, ja. Ja, ja. Je hebt er niks in de kast aan, hè? Nee, helemaal niks. Nee. Zo'n kale bedoeling. Ja, precies. Moet er echt wat bij, hè? Ja, ja. En je hebt gewoon de pinpas meegekregen? Ja, die was bij ons, hè? Oh, die kreeg je mee? Ja. Of je hebt een eigen pas? Eigen pas, hè? Toch ja, handig, hè? Ja. Ja. Heb je ook nog een klaar momentje? Dat je zegt, dat wil ik echt even kwijt. Nee, echt niet. Je bent heel tevreden? Ja, ik ben hartstikke tevreden. Gaan we nog leuke dingen doen dit weekend? Nou, we zijn aan het shoppen, dat is hartstikke leuk. Oh, dat is leuk genoeg shoppen. Ja, ik vind wel. Ja. Ja. De rest houdt lekker rustig. Ja, daarom. Geen wilde plannen? Nee, niet echt, nee. Oké. Ja. Nou, duidelijk. Ja. Dan was dit jouw momentje. Nou, hartstikke leuk. Ja, leuk hè? Ga eens even naast elkaar staan. Want jullie moeten nog even het magische woord roepen. Even strak naast elkaar. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3. En dan roepen jullie heel spontaan. Volgende. Volgende! Ja, dan weet je het ook. Ja. Ik zal het even vertellen dan. Oké, 3, 2, 1. Volgende! Ik vind hem goed. Veel plezier met shoppen. Dank je wel. Dag. Doei. Dag, kleine meid. Doe maar zwaaien. Doe maar zwaaien. Nee, ze doet het niet hoor. Ze doet het niet. Nou, dag. Dag. Lekker aan het shoppen. Doei. Nee. Ja. Geen ontkomen is er aan. Nee, even omdraaien mevrouw, want de kijker zit aan deze kant. Oké. Kun je even stoppen? Waarom? Jawel, dit is het programma Zeg het maar. Het leukste programma van Nederland. Ja, dat is ook zo. Ja. Mevrouw, kun je eventjes stoppen? U mag namelijk alles zeggen wat u wilt. Dus zegt u het maar. Nee hoor, doe ik niet. Nou, dan moet u het magische woord roepen. En dat is volgende. Maar dat doet u ook niet. Nee? Nou, dat doen we zelf wel. Volgende. Ja, kom maar. Komt de lens maar in. Ja. Nou mag u stoppen. Ja. Nou, zegt u maar. Want dat wilde u graag. Ja, ik wilde dat graag, ja. Want ik heb geen klacht, maar een opmerking. Een opmerking. Ja. Nou, brandlos. Ja.
Dat de gloeilampen die moesten verboden worden omdat ze te veel warmte gaven. Ja. En moest kijken, al die winkels helemaal open. We kwamen pas op een donderdagmorgen. Ja. Ontzettend koud, al die winkels staan open. Dat vind ik energieverspilling. Dus, maar die gloeilampen maken me niet zoveel uit, want ik moet toch de kachel stoken. Dus, ja, dat sowieso, want dan heb je het lekker warm, hè, als je de kachel stoken. Maar ja, dan moet je niet het raam openzetten. Nee. Want dan helpt het niet. Ja, kleine stukjes. Klein stukje dan. Je moet wel luchten natuurlijk. Hè? Maar dit vind ik energieverspilling. Energieverspilling, ja. Al die lampen aan. Nee, dat die winkels open zijn. Oh, ze moeten de deuren dicht doen. Ja, nee. Ja, anders automatische deuren. Automatische deuren? Ja. Dat, ja. En als het heel druk is, laat ze dan openstaan. Maar als er toch geen mensen in het dorp zijn, dan hoeven al die deuren niet open. Nee, belachelijk eigenlijk. Ja. Die deuren moeten gewoon dicht. Nou, heeft u al spaarlampen, mevrouw, of zelf? Ja, een paar. Een paar. Dat, ja? Ja, een paar heb ik wel. Dus u bent wel een beetje energiezuinig. Ja. Een beetje besparen. Helemaal milieubewust. Helemaal milieubewust. En meneer doet er ook aan mee? Ja, zeker. Ja, u moet wel natuurlijk, hè? Ja. U moet gewoon volgen, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Heeft u ook nog iets leuks te melden, meneer? Of iets te klagen? Nee, ik blijf rustig. U blijft heel rustig? Ja, dat snap ik ook wel, hoor. Dat moet ook wel een beetje natuurlijk, hè? Krant apart, plastic apart. Dus, ja, krant apart, plastic apart. Ja, allemaal milieubewust. Dus, allemaal milieubewust. Ja, dus laat de politiek zijn eigen dame druk over maken. Ja, de politiek. Ja, verkiezingen, hè. Dus ze zijn nou even druk met andere dingen. De provinciale statenverkiezingen woensdag. Nou, je zendt toch dat hele stuk niet uit, hoor. Nee, natuurlijk niet. Nee, daar gaan we leuk in knippen en monteren. Want u had zoveel te melden. Ja. Heeft u ook nog wat leuks te melden dan? Ja, het is wel aardig goed weer. Wat heb ik verder te vertellen? Dat, ja, het is wel lekker, toch? Ja. Nog een druk weekend voor de boeg? Nee. U houdt lekker rustig? Op visite. Ja. Op visite. U gaat op visite? Ja. Dat is wel een leuke visite. Ja. Dan kan je goed terecht. Ja. Ja. Dan komen we goed toch, hè? Ja, prima. En meneer mag ook mee? Ja. Ja, u moet mee, denk ik, hè? Ja, ik moet mee. U moet mee, u heeft geen keus weer, nee. Hè? Soms is dat een beetje jammer, maar ja, goed. Nee. Gewoon doen wat de vrouw zegt, toch? Ja. Niet ja, toch? Niet altijd, hè? Ja, toch? Nee? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Maar u wilt er wel vandoor. Ja. Nou, dan ga even naast elkaar staan. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roept u... Volgende. Ja, dankjewel. Tot ziens. Ja, tot ziens. Goed weekend hoor. Dag. Er is geen ontkomen meer aan. Nou, en daar is hij dan. Even stoppen. Ja, prachtig plaatje. Ja. Nou, kijk. Nou, zeg het maar dan. Ja. Het is gelukt, hè? Ja, we zitten erin. Ken het camera? Nee, ik ken het camera niet. Nee, oh, zeg het jammer. Maar. Het meest populaire programma van Nederland. Het meest populaire programma, Omroep Gelderland. Ede TV. Ede TV. Ja. Ja, dat hebben we bij ons in Ermelo niet. Nee. Oh, dat is niet naast de deur. Nee, wat brengt u naar Ede toe? Nou ja, de dames wilden shoppen. De dames wilden shoppen? Ja, dan moet moeders mee, want die heeft de knip. Ah, moeders moet betalen. Ja, moeders betalen. Dus ja, vandaar dat wij hier zijn. En hebben de dames veel nodig? Ja, natuurlijk. Heel veel kleding natuurlijk. Ja, leuk. Schoenen. Ja. Schoenen vooral, daar zijn we nu naar onderweg. Ja, oh, ja je hebt natuurlijk nog geen schoenen, die hebben ze niet. Hè? Nee, dus we gaan nog even door. En krijgt moeders ook nog wat? Of, Nou ja, als ze zichzelf een cadeautje geeft wel. Ja, maar anders zit het er niet in. Anders zit het er niet in. Je krijgt een lekker snoepje als braaf is geweest. Kreeg ze een lekker snoepje. Of misschien de lunch aangeboden door hun. Maar ja, nou ja, ik wacht het wel af. Nou, die lunch zit er denk ik niet in. Tenminste. Hallo. Hi. Ben je lekker aan het shoppen? Jazeker. Jazeker. Als moeders maar betaald, hè? Ja, precies. Ja, daar gaat het om tenslotte. Ja. En dan weer terug naar Ermelo. Ja, weer terug naar Ermelo. Druk weekend voor de boeg? Nee. Nee, lekker rustig. Vakantie. Ja, daar moet je van genieten natuurlijk. Examen doen. Dus examen? Ja. Nee toch? Ja, ze zijn druk, hè? Ja, maar zo leuk is dat niet, examen. Nee. Nee. Als je maar een beetje goed voorbereid hebt wel. Ja, als je nu alles nog moet doen. Ja, ja dat is meestal ja, moeders advies, hè? Dat, ja, maar dat volgen ze niet altijd dat op natuurlijk, hè? Dat volgen ze niet altijd op, dus nou ja. Dat snap ik ook wel. Ze gaat er vandoor, hè? Ze gaat er vandoor. Ze wil shoppen. Ik ga mee. Ja, ga even naast elkaar Fijne staan. Dag, hè? Nee, oh, even naast elkaar, dames. Nou. Want normaal gesproken, als de mensen weer verder willen gaan kijken, dan roepen ze altijd het magische woord. Het magische woord. En dat is volgende. Volgende. Dat doen ze altijd heel spontaan dan. Volgende. Ik vind hem goed. Dankjewel. Tot ziens. Dag.
Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. U wilde iemand in het programma zichtbaar hebben, maar die denkt er niet aan. Nee, die heeft er geen zin in. Die wil het niet doen, hè? Die durft het niet. Die durft het niet? Nee, die durft het niet. Dat is het probleem. Ja, dat is zeker een probleem. Ze kijkt wel altijd, maar ze wil er zelf niet in. Nee, ze wil er zelf niet in. Nou, dan mag u erin. Ze zit altijd wel te lachen voor de televisie, ja. Maar ze kijkt er niet. Ja, ze ging heel snel vandoor, hè? Ja, gaat zeker snel. Ze staan op een afstandje te lachen zo, ja, van. Nou, krijgen u zeg het maar een momentje, meneer. Dat zegt u maar. Nou, we zijn even een beetje aan het rondkuieren. Ja. En even aan het kijken. Ja. Het is nou nog een beetje droog. Ja, nog wel, hè? Het zou vanmiddag wel slechter worden. Ja, het is vanmiddag. Daarom gaan we vanmorgen maar eventjes gaan kijken. Ja, ik ben op vroeg op pad gegaan. Hoe laat? Nou, ik was om 1:10 al in de winkel. Oh, zie je, dat is mooi vroeg. Mooie tijd, hè? Ja, ja, dat is zeker mooi. Heeft u nog een leuk weekend voor de boek, meneer? Ja, morgen heb ik een verjaardag. Dus, wie is die jarig? Mijn schoonzoon. Ah, doe maar feliciteren in de camera. Dat doe ik. Nee, in de camera. In de camera. Ik wens Richard een hele fijne verjaardag morgen. En een... verder weet ik niet. En verder weet u niet. Ah, dat geef ik ook niet, hoor. Ik ga er morgen wel heen. Dan doe ik het wel. Moet u nog een cadeau voor hem kopen? Moet u nog een cadeau kopen? Dat doen we niet aan. Oh, dat doet u niet aan? Nee, want ik ben volgende week jarig en dan geven we elkaar alles weer terug. Dus ja, dat schiet niet op, hè. Toestand allemaal. Dat moet je niet doen, natuurlijk, hè. Oké, ik ga er vandoor. Nou, fijne verjaardag. Ja. Dan weet je ook wat je moet roepen, hè? Ja. Ja? Nee, ja, dat weet ik niet. Jawel, volgende. Ja? Volgende? Ja, nee, wij hebben schotel, wij kijken er nooit naar. Oh. Wij hebben schotel, dus. Oké, maar u kent het wel. Ik kijk wel eens bij mijn schoonmoeder. Ah, vandaar. Ja? Wel blijven doen, hè? Oké, dat doe ik. Maar dan moet u toch even volgende roepen. De volgende. Dankjewel, meneer. Doei. Tot ziens, hoor. Doei. Dag. Fijn weekend. Doei. Dag. Ja, goedemiddag. Hallo, mevrouw, deze zijde. Ja. Oh, help. Ja, u wilde graag het programma zeggen, maar. Nou, ik hoef helemaal niet. Jawel. U zei pas dan, mag ik alsjeblieft? Ik zou ook niet weten wat voor programma het om gaat. Oh, ja, dan houdt het al vrij snel op, natuurlijk. Hè. Ja. Maar het is wel het leukste programma van Nederland. Is dat zo? Ja, dan mogen de mensen alles zeggen wat ze willen, namelijk. Oh. Ja, dat is leuk, hè? Nou, ja. Misschien hebben we het er dan nooit van gehoord. Dan. Nou, dat is een beetje jammer weer. Maar goed, dat geeft niet hoor. Tot ziens. Daar. Volgende. Gek zeggen. Nou, ja, nee, wacht even. Nee, wacht even, meneer. U hoort er ook bij natuurlijk. Oh, dan hoor ik er ook bij. Ja, u hoort er ook bij. Dit programma, zeg het maar. Oh, nou, zeg het maar. Ja, precies, zeg het maar. Wat hebben we gedaan? Voetbalplaatjes ingeplakt. Voetbalplaatjes? Ja, voetbalplaatjes. Ja, die ben je aan het sparen natuurlijk, hè. Voor wie zijn we? Voor wie zijn wij? Voor? Ajax! Voor Ajax? Goed zo, jij snapt het. En u bent... Wie zijn stop? Wie zijn stom? Feyenoord. Ja, ik hoor het al. Meneer, de kijker zit aan deze kant. Sorry, ja, hallo. Wie had u bij u? Want die is er vandoor, geloof ik, hè? Oh, dat is mijn zusje, die wil geloof ik niet. Daar staat ze hoor. Zullen we er naartoe lopen? Ja, dan gaan we er gewoon even naartoe. Even kijken, waar is zusje nou? Dag zusje. Dag zusje, hallo. Wil je ook even in, zeg het maar? Vind je dat leuk? Nee. Ja, dat vind je hartstikke leuk, toch? Nee, dat vind ik niet leuk. Waarom vindt u dat niet leuk? Doei. Zusje is een beetje... Mevrouw, wat doet u nou? U gaat lopen. Ik kan gewoon draaien natuurlijk, hè? Dat zag u wel. Wat doe je moet niet verlegen zijn. Ja. Nee, je moet niet verlegen zijn. Nee, je moet niet verlegen zijn. Ze staat nou achter jou. Ja, nou ja, kom maar gewoon bij mij dan. Ja, dat gaat hem niet helemaal worden zo natuurlijk, hè. Beetje jammer weer. Misschien moeten we maar even doorgaan, hè. Wat zegt u? Volgende. Nee, nog geen volgende. Nee, wij gaan lekker door. U gaat er vandoor? Ja, wij gaan lekker door. Ik wens u een fijn weekend. Ja, u komt zelf ook uit Ede, meneer. Wij komen uit Ede, ja. Ja, precies. Ja? Ja. Maar we moeten wel door. Nee. Jawel. Oké, heel snel dan. Heel snel, oké. Want ik wil ook naar huis. Dan mag jij het programma afsluiten. Vind je dat leuk? Dat je zegt, dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. En dan gaan de mensen heel spontaan zwaaien altijd. Tot ziens. Zwaaien, doorgaan. Ja. Doorgaan. Dankjewel. Dit was het programma Zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week.